Goedenavond in Christus beminden. Leggen wij vandaag de sluitsteen van al onze preken over de Romeinse misliturgie. Vorige keer, op Sacramentsdag, waren we geëindigd met de bespreking van het Agnus Dei, de vredeskus en het daarbij horende vredesgebed. In dat gebed werd om vrede tussen de zondige mensheid en God gesmeekt. En ook de vrede die daaruit uitvloeit op aarde. Vandaag willen wij verder gaan tot en met het laatste stuk van de Heilige Mis, het laatste evangelie. Maar beginnen wij met een gebed tot het Allerheiligste. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heilige Paus Pius de Vijfde, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Mijn dierbaren, op het eerste communiegebed, het vredesgebed, volgen de twee eigenlijke communiegebeden van de priester. De priester dient naar mogelijkheid zijn ogen op de hostie gericht te houden, op Jezus. Opmerkelijk is dat deze gebeden eerder een privaat karakter bezitten, daar wij zien dat grammaticaal de eerste persoon enkelvoud gebruikt wordt. In het eerste van deze twee communiegebeden, namelijk het gebed Domine Jesu Christe Fili Dei Vivi, wordt nog eens beleden dat Christus waarlijk God is en het heilswerk heeft volbracht door de wil van zijn hemelse Vader te voltrekken, onder medewerking van de Heilige Geest. De priester bidt om bevrijding van al zijn zonden en ook om kracht om in de toekomst Gods geboden altijd te kunnen houden. Hij wil immers altijd met Christus verenigd blijven. En daartoe smeekt hij van de goede God de genade van de eindvolharding af. Het laatste communiegebed, het gebed Perceptio Corporis Tui, is een gevolg van de waarschuwing van de heilige Paulus. De heilige Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs: al wie onwaardig van dit brood eet en van dit bloed drinkt, eet en drinkt zich het oordeel. Inderdaad, wie de heilige communie in staat van doodzonde ontvangt, begaat een sacrilegie. In dit gebed, mijn dierbaren, wordt echter nog een hogere reinheid afgesmeekt dan enkel maar vrij te zijn van een doodzonde. Wij vragen namelijk dat wij vrij mogen zijn van elke dagelijkse zonde, van elke fout, van elke nalatigheid. Eigenlijk zouden wij zo rein moeten zijn als onze lieve vrouw, indien wij werkelijk Jezus waardig en passend willen ontvangen. Dat zijn wij echter niet. En daarom vragen wij in dit gebed, ons lieve Heer, een oogje dicht te knijpen. Wij hebben immers de communie nodig, ondanks dat wij niet waardig zijn. Het Concilie van Trente zegt dat de heilige communie voor de gelovigen een antidotum is, een tegengif tegen de gevolgen van de erfzonde die wij in onze ziel dragen. De heilige communie vermeerdert in ons de heiligmakende genade, sterkt de deugden en vestigt ons in kracht tegen de bekoringen. Onthouden we ook, mijn dierbaren, dat de communie niet enkel een invloed heeft op onze ziel, maar ook op ons lichaam. Het voedsel dat wij in ons opnemen, wordt eigenlijk ons. Zo ook wordt het allerheiligste lichaam en het kostbaar bloed van Jezus, zijnde een hemelse spijs voor onze ziel,
maar ook voor ons lichaam, in ons opgenomen en in ons lichaam toegepast. We moeten dus eigenlijk steeds een grote eerbied bezitten voor ons eigen en voor het lichaam van de anderen. Een respect. Wij zijn tempels van de Heilige Geest. De Heilige Communie is bovendien ook een onderpand voor onze toekomstige lichamelijke verrijzenis. Ons Lieve Heer heeft namelijk gezegd: al wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwig leven. En ik zal hem opwekken op de jongste dag. Ons Lieve Heer spreekt daar over de lichamelijke verrijzenis en koppelt die aan de Heilige Communie. Na deze twee of drie, zoals men wil, communiegebeden gaat de celebrant te communie. Hij grijpt daartoe de hostie vast en spreekt daarbij een psalmvers, ontnomen aan psalm 115. Het hemelse brood wil ik nemen en de naam van God aanroepen. Christus is het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, het engelenbrood, het panis angelorum, het panis vitae. Terwijl de priester de hostie in de linkerhand boven de patene houdt, slaat hij zich driemaal met de rechterhand op de borst. En daarbij herhaalt hij de woorden van de honderdman van Kafarnaum. Heer, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden. Deze woorden drukken enerzijds het besef uit dat men onwaardig is God als gast in de ziel te ontvangen. Maar anderzijds drukken zij ook een vertrouwen uit. Zelfs als wij ook vrij zijn van doodzonde, zijn wij inderdaad onwaardig. Maar de Heer is het die ons bereid kan en zal maken om zijn bovennatuurlijke genade in ontvangst te nemen. Hij kan en zal ons verheffen. Eén woord van hem is genoeg om ons te heiligen. Eén aanraking, één gedachte. En daarom, om dat vertrouwen op de zegen van Christus uit te drukken, maakt de priester met de geconsacreerde hostie een zegen voor zichzelf, over zichzelf, en bidt dan: moge het lichaam van onze Heer Jezus Christus mij geleiden ten eeuwige leven. De priester buigt en communiceert. Omdat de Heilige Mis, mijn dierbaren, geen privaat gebed is van de priester, nog van enige gelovigen, maar de officiële eredienst van de Katholieke Kerk, moet de priester na enkele seconden van dankzegging reeds de liturgie verder zetten. De priester ontbloot de kelk, dat betekent hij neemt de palla weg en verzamelt met zijn patene de overgebleven partikels op het corporale. Hij voegt deze bij het kostbaar bloed in de kelk. En daarbij bidt de priester het mooie gebed Quid Retribuam en hij drinkt het kostbaar bloed. In antieke tijden was er geen voorbereidingsgebed voor de communie van de gelovigen. Dit kan men verklaren dat de gelovigen veelal buiten de Heilige Mis de communie gingen. In de 12e eeuw echter begonnen de gelovigen uit eigen beweging het confiteor te bidden. Daarop startte de priester een predicatie, een tweede predicatie, en deze keer over het waardig ontvangen van het lichaam des Heren. En deze tweede predicatie, mijn dierbaren, bleef gehandhaafd op sommige plekken tot in de 20e eeuw. Op het confiteor gebeden toont de priester sinds de 16e eeuw de heilige hostie aan de gelovigen met dezelfde woorden van Johannes de Doper. Zoals Johannes de Doper ook Jezus aan het volk openbaarde. Ziet het Lam Gods, etje Agnus Dei. Zeggen we iets over de communie in de hand. De modernisten
beroepen zich betreffende dit thema op de eerste christenheid. In antieke tijden ontvingen de gelovigen de geconsacreerde hostie inderdaad op de hand. Echter, letten wij op, de hostie werd nooit aangeraakt door de gelovigen, maar de hostie werd op een doekje op de handen gelegd en de gelovige nam de heilige hostie gebogen met de mond tot zich op. De gelovigen naderden deze hostie ook met meerdere kniebuigingen en gezangen. En de gelovigen letten er ook op dat geen deeltje op de grond zou vallen. Een heel verschil met de huidige handcommunie. Zoals men vandaag de handcommunie uitvoert, zo bestond ze nooit in de katholieke kerk. En zijn we eerlijk, zo zou ze ook nooit door de eerste christenen aanvaard zijn. Reeds in de 5e eeuw namelijk werd van de handcommunie afgezien en werd zij door de tongcommunie vervangen. En dit gebeurde interessanterwijze niet door een pauselijk decreet, maar wel door het volk zelf, uit een geest van eerbied, uit een geest van geloof. In het jaar 1969 bevolmachtigde paus Paulus VI, na een geheime stemming overigens, de bisschoppenconferenties de handcommunie in te voeren. Een bevraging van het wereldepiscopaat had nochtans 2 maanden tevoren uitgewezen dat de meerderheid van de bisschoppen de handcommunie voor praktisch onmogelijk beschouwden en als te gevaarlijk. Toch ging men verder met deze invoering van de handcommunie en daarmee aan de desacralisatie van het Allerheiligste. Het Allerheiligste, laten wij zeggen, de Allerheiligste, werd in de macht van de mensen gelegd op hun hand. En zoals wij weten, gebruiken de mensen hun hand met de hostie niet altijd om te communie te gaan, maar sommigen laten de hostie vallen, steken hem in zijn broekzak, doen er zwarte missen mee of andere sacrilegiën. Bij elke communie, bovendien mijn dierbaren, vallen er partikels op de grond. Ontwijfelbaar. Dan worden zij vertrapt en uiteindelijk met de stofzuiger opgezogen. Mijn dierbaren, wonen wij toch vaak en ijverig een heilig lof bij tot eerherstel voor Jezus aanwezig in de heilige hostie. Sinds de 11e eeuw ontstond overigens ook het gebruik geknield te communie te gaan. Voordien gebeurde dit staand, maar op de tong. Onthouden we echter, zoals reeds gezegd, dat men de communie niet zomaar staand ontving, maar met een diepe buiging. Niet quasi zelfverzekerd en quasi rechthoudend op de heilige hostie, op God. We moeten steeds beseffen dat deze nieuwste veranderingen niet teruggrijpen naar vroegere praktijken, zoals men vaak beweert, maar eigenlijk voortkomt uit een geest van ongeloof, van oneerbiedigheid en van mondijnheid. Inderdaad, zoals wij dagelijks merken, vele gelovigen zien door het wegvallen van alle tekens van eerbied de heilige hostie niet meer als God zelf, maar als een louter symbool of een gewoon gewijd brood of brood. Er is namelijk bijna geen verschil meer tussen brood afhalen bij de bakker of de heilige hostie aan de communiebank. Zeggen wij nog een woord over de communie onder beide gedaantes. Tot in de 13e eeuw, mijn dierbaren, was dit een gewoonte. Men schafte dit af terechterwijze, daar men voor grote scharen gelovigen grote kwantiteit wijn benodigde. Bovendien steeg het gevaar omdat het kostbaar bloed oneerbiedig zou kunnen behandeld worden. Bijvoorbeeld dat er door onvoorzichtigheid bij het gebruiken van de kelk of het gebruiken van het lepeltje delen van het kostbaar bloed op de grond zouden kunnen vallen. Bovendien was het ook niet hygiënisch dat iedereen hetzelfde lepeltje of dezelfde kelk gebruikte. Zeker niet
in tijden van ziekte. Maar mijn dierbaren, bovenal waren het niet praktische redenen, maar theologische redenen, dat men besloot tot de communie van de Heilige Hostie alleen, de communie onder één gedaante over te gaan. Men moest namelijk tegenover de ultraquisten, tegenover de protestanten uitdrukken dat het ware katholieke geloof leert dat Jezus volledig onder elke gedaante tegenwoordig is. Inderdaad, mijn dierbaren, als u aan de communiebank de Heilige Hostie ontvangt, ontvangt u ook het kostbaar bloed met de hostie tegelijkertijd, daar Jezus zijn lichaam en bloed niet meer gescheiden kunnen worden. Zodra na de Heilige Communie-uitdeling het tabernakel gesloten is, purificeert de priester de kelk. Dat wil zeggen dat de priester de teruggebleven partikels hostie of druppeltjes bloed met zorgzaamheid wil behandelen en ze niet wil laten verloren gaan. Hij giet daartoe water en wijn in de kelk, waardoor de geconsacreerde gestalten zich oplossen in deze vloeistoffen. De tegenwoordigheid van Christus in beide gestalten houdt daarmee op. Na de missenaars, dat zij de missaal terug op hun plaats hebben gesteld op de epistelkant, bidt de priester de communio. De communio was de oorspronkelijke zang tijdens het communiegedeelte van de gelovigen. Vaak grijpt de communio terug naar de tekst van het feest van de dag en stemt de gelovigen aan tot meditatie. Na de communio volgt de postcommunio. Het is één van de drie gebeden van de Heilige Mis. Naast de oratie na het Gloria en naast de secreta na het offertorium. In de postcommunio danken wij God voor de Heilige Communie en smeken wij dat ze volle vrucht mag dragen in onze ziel. Zijnde heiliging, naastenliefde, verachting van het tijdelijke en bewaring voor gevaren. Het daaropvolgende ite missa est is een soort juridische formule waarmee de vaak Romeinse raadsverzamelingen werden afgesloten. De voorzitter liet met deze formule zijn raadsheren heen gaan. Een soortgelijke formule vinden wij in alle liturgieën van Oost en West. Ze is dus zo oud als de mis zelf. Ja, ze lijkt zelfs de mis haar naam gegeven te hebben. Ite missa est. Missa, mittere, mijn dierbaren, betekent sturen of zenden. Terwijl het ite missa est voor sommige lauwe gelovigen een ware opluchting is, dat hun kerkbezoek eindelijk ten einde is gekomen en dus dat zij met een welgemeend dankzij God Deo gratias beantwoorden, ligt de bedoeling van de kerk eigenlijk anders. De kerk wil haar kinderen met het ite missa est de wereld inzenden, om deze wereld die van Christus afgevallen is te christianiseren, te kerstenen, te herkerstenen. Ook in onze tijden. U moet meehelpen het mystiek lichaam van Christus ten volle tot groei te brengen. Door uw voorbeeld, uw gebed, uw apostolaat, uw offer. Met het ite missa est wordt dus niet gezegd, de mis is uit, maar eerder wordt gezegd, mijn dierbaren, uw mis begint, gaat, uw zending is aangebroken. Gij die hier kracht hebt geput, gaat die kracht gebruiken buiten om de wereld terug naar Christus te brengen. Omnia instaurare in Christo, zoals Paus Pius X zegde. Op het ite missa est volgt de slotzegen. Misschien vinden sommige van deze lauwe christenen het raar dat na het ite missa est, waar eigenlijk wordt aangegeven dat alles ten einde is, nog een zegen volgt.
De slotzegen ontstond in de 11e eeuw uit de zegens van de bisschop die hij het volk schonk bij zijn uittocht uit de kerk. Deze zegens dienden om de ijverige gelovigen nogmaals kracht en zending te geven, een officiële zending van de kerk om de wereld te gaan bekeren. De huidige slotzegen die de priester aan het altaar schenkt, staat parallel met de slotzegen van het evangelie, welke Christus namelijk voor zijn hemelvaart aan zijn apostelen schonk. Net zoals Christus heft de priester zijn ogen en zijn armen ten hemel en hij zegent de aanwezige gelovigen voor een ongelooflijk grote opdracht die zij te vervullen hebben. Ze hebben zijn goddelijke bijstand op elk moment nodig. Aan Gods zegen is alles gelegen. Op de slotzegen volgt het laatste evangelie. Ook daar mogen de lauwen denken, is het nog niet gedaan? De ijverigen echter profiteren van dit gebed, want bij het itemissaest hebben zij een zending gekregen, bij de zegen de kracht, en bij het slotevangelie horen zij nog eens een samenvatting van dat wat zij de heidenen te verkondigen hebben. Daarom wordt het slotevangelie ook richting het kille barse noorden gebeden, op de evangeliezijde van het altaar. Oorspronkelijk bad de priester het laatste evangelie op de terugweg naar de sacristie, maar dit laatste evangelie stond zo hoog in eer bij de gelovigen dat zij het wensten tijdens de heilige mis te vernemen. Het bevat immers de verhevenste geheimen van ons geloof, de drievuldigheid, de menswording en de godheid van Jezus Christus, met de mogelijkheid van heiligmaking van onze zielen. In Christus beminden, tenslotte, we hebben 17 keer met elkander over de Romeinse misliturgie gesproken. We hebben voor eerst de bespreking gedaan van het kerkgebouw. We hebben alle sacrale objecten van naderbij gekeken. De kelk, de gewaden en zo verder. We hebben gesproken over hun ontstaan, over hun ontwikkeling, over hun betekenis. Daarna hebben we de allermeeste gebeden en ceremonieën belicht om hun onmetelijke en onuitputbare rijkdom te herkennen. We hebben ons gewonderd hoe alles in onze misliturgie de geloofswaarheden prachtig uitdrukt. We hebben gezien hoe mooi alles aaneenhangt, hoe de Heilige Geest door de eeuwen heen een kunstwerk tot stand heeft gebracht. We hebben ook gemerkt hoe uitstekend onze oude eerbiedwaardige ritus de vier doeleinden van de verering Gods bereikt, namelijk aanbidding, eerherstel voor onze zonden, dank voor de gunsten Gods en smeking om nieuwe weldaden. Kortom, mijn dierbaren, 17 predicaties hebben wij samen beleefd en we hebben gemerkt wat wij verloren hebben door de invoering van de nieuwe misliturgie. We hebben gemerkt waarom wij willen trouw blijven aan het traditionele heilige mis. Mijn dierbaren, het was mij een werkelijke vreugde u deze conferenties te kunnen brengen. Maar sta mij toe u op te roepen zelf deze studie verder te zetten. Zoals bij de eerste conferentie reeds aangegeven, deze predicaties zouden nooit de volledige rijkdom van de traditionele mis kunnen bevatten. Er zijn nog enkele gebeden die wij niet besproken hebben, ritussen die wij grotere betekenissen nog kunnen bijleggen. Met dierbaren studeren wij ons geloof, omdat wij ons lieve Heer beter gaan kennen en meer beminnen. U zult er uw eigen ziel en de ziel van de naasten goed mee kunnen doen. Sta mij toe u tenslotte toe te wensen dat wij allen elkaar terugzien bij het bruiloftsmaal van het goddelijk lam in de eeuwigheid. En sluiten we dit gebed met het gebed tot onze lieve vrouw, zodat wij allemaal onze zielen tot het eeuwig heil mogen brengen.
In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Paus Pius de Tiende, bid voor ons. Aan de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Christus beminnen, dan wens ik u nog Gods rijkste zegen toe en een mooie avond. Tot ziens.